6:30. Ik ga als eerste naar meneer Meijer. Ik heb 3 mensen die ik ga verzorgen. Nou, ik ga eerst eens even de medicijnen van meneer Meijer halen. Dus het pakketje wat ik van meneer Meijer mee moet nemen voor de ochtend, de medicatie. Een zakje voor de stoelgang en een insulinepen, want meneer Meijer is diabetes. Goedemorgen, Tom. Elle, zuster. Hoe heb je geslapen, Tom? Lekker geslapen? Ja. Was je niet lekker in orde? Oh. Ik was heel duidelijk. Ach, had je de suiker ook iets te laag of iets? Was heel hoog. Ja, maar daar kun je ook naar van worden natuurlijk. Ja, wat akelig. Ja, en hoe is het nu? Goed. Geen problemen. Gelukkig. Ja, dan ben je misschien best even bang geweest, of niet? Ja, ik ben blij dat je er bent. Lig je goed zo, Toon, om even je gezicht te wassen? Ja. Is lekker even, hè? En de rest gaan wij samen doen. Toon is nu gewassen van onderen. En dan ga ik hem de steunkous aandoen. Nou, Toon, vertel het eens. We hebben nou zo'n groene zak, zeg maar, om je voet. Waarom is dat? En daarbij hebben we, ik zeg altijd, een paar tuinhandschoenen. Want dat lijkt wel een beetje op tuinhandschoenen. En die doen wij ook altijd aan, ook voor bescherming. Hè? Maar voor de steunkousen natuurlijk ook. Maar ook om hem dan kun je makkelijk... Zoals je ziet, Toon zit even op de rand van het bed. Ik laat hem eerst eventjes bijkomen voordat we met de bovenwasbeurt, zeg maar, gaan beginnen. Altijd belangrijk even de mensen de tijd te gunnen om bij te komen van de hele nacht liggen. Wat moest ik nou pakken? De rolstoel. We kunnen hem natuurlijk zo aan de hand meenemen naar achteren. Maar om het nou gewoon wat leuker te maken, dan gooi ik gewoon zelf even erin zitten. Hij is... Zo naar jou toe, hè, Toon. Geef jij een seintje als ik bij jouw voeten ben? Kijk, Toon zit dus op bed. Iets naar rechts. Ja. Nou, Toon, laat maar eens zien hoe jij draait. Kijk, de rolstoel is dus een soort van hulpmiddel, hè, Toon, om te gaan staan. En nou sta je aan het bed. Doet hij het bed hoog zelf. En dan ga ik de stoel draaien en dan kun je gaan zitten, hè? Kom maar zitten. Zo. En ik denk dat je nu gaat scheren. Ja, hoe gaat het? Prima. Prima. Heb ik het goed ingesapt? Want ja, zeker wel. We hebben dat even gedaan met, die, met deze, hè? Ja. En ook wel koel scheren. Ja? Is het naar wens? Ja. Ja. Toon, jij gaat de medicijnen nu innemen? Ja. Toon, we hadden het er al vanmorgen over. Hoe is het dat je de diagnose Parkinson kreeg? En wat doet dat met jou, de Parkinson? Ja, stem wordt steeds zachter. Stem wordt zachter. Het wordt wat trager. Ja. Is niet zo fijn. Nee, zeker niet zo fijn. Ik loop het hier ervoor. Ja. Dat was heel zeker goed. Ja. Ja, en toch is dat ook heel belangrijk, hè? Die doen met jou eigenlijk stemoefeningen. Waarom spuit je in je buik, Toon? Moet 's ochtends in de buik? 's ochtends in de buik.
rechts, ja. Anders in been. In been, ja. Toon, hoe vond jij nu vanmorgen de ochtendzorg? Lekker. Lekker. Wat is voor jou nou belangrijk voor mensen die jou helpen in de ochtend? Wat is het allerbelangrijkste? Lekker wakker worden. Lekker gewassen worden. En ik denk dan wel met een bepaalde rust. Denk ook, ja. Ja. Want gehaastheid, dat helpt niet. Dat helpt niet, nee. Nee. Oké. Okay. Nou. Eet smakelijk. Dankjewel. Was fijn vanmorgen. Ja, alsjeblieft. Nou, Toon heeft zijn ochtendzorg de opzetten. Ik werk eigenlijk altijd zonder klok en zonder horloge. En dat doe ik eigenlijk omdat ik mijzelf dan meer rust gun als dat ik heel veel op de klok kijk. Van, oh, het is zo laat, het is zo laat. Ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Dat werkt voor mij het beste. En ik merk eigenlijk dat het voor de mensen ook heel goed werkt. Zonder klok proberen te werken in alle rust. Hoe rustiger je de dag begint, en vooral ook zoals met Toon, die toch ook de Parkinson ervaart. Ja, heel belangrijk om dan de dag zo rustig mogelijk te beginnen. Dat is voor hun alleen maar een betere start. Ik zet de camera uit. Tot de volgende keer.